Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Je wordt als veerman geboren. Toch lukte het Ludo Huygen om veerman van afsnee te worden. Hij zet de voethangers en fietsers over van de ene oever naar de ander, dat is 22 meter leien. Afsnee, waar Ludo met de hand het water roert, is zo ons Venetië geworden. Ludo is niet bang van de stroming, noch van druk scheepvaartverkeer, noch van het gewicht van een boot vol elektrische fietsen. Goeiedag, ik ben Ludo Huygen. Ik ben veerman in afsnee. Welkom tijdens mijn middagpauze nu. We zitten hier trouwens in afsnee aan het veer. En ja, hoe ben ik daarin gerold? Ja, ik werk hier ondertussen, het is mijn 12e jaar, geloof ik. Ja, 12e jaar. Ik heb lange tijd in dezelfde sector gewerkt, ik had er niet over uitweiden, maar en ik was dat er beu. En ik wou wel vertrekken. En ik wou ook mezelf in ontslag geven. Bon, dat is allemaal details die geen rol spelen, maar toen wel. Maar ik moest iets hebben in de plaats. En toen, juist op die moment, liep ik een oude vriend tegen het lijf. En ik zei, wat doe je? Ja, hey, veerman in afsnee. Ik had er nog niet van gehoord, eerlijk gezegd. En bon, ik met mijn stoute schoenen, want ze hadden niemand nodig. Dat is juist, dat komt. Dat was mijn geluk. Ja, die mens had niet veel tijd om een andere kandidatuur af te wachten. En hij moest mij in vertrouwen nemen. En ben ik hier zo terecht gekomen als overgangsjob. Maar dan is dat dan uiteindelijk, ja, met een oudere collega is op pensioen gegaan. Met een baas die toen nog het restaurant niet een beetje verder had, Nenuvar, had het verkocht. En ze hebben dan beslist om dat samen verder te doen. En Jansen, een enigste werknemer, zodat dan ook genoeg uren had. En dan is dat, ja, was de keuze gemakkelijk voor mij, hier te blijven. Het is een toffe job, de uitdaging, stroming, wind. En ook altijd paraat zijn. Dus ik heb nog geen ene ziekte dag, sinds ik hier werk. Dus ja, het is natuurlijk een verantwoordelijkheid. Ja. Soms hebben klanten dat, ik weet als ze hier om 9 uur staan, maar ze, mensen die in de bibliotheek werkt, houdt er rekening mee, dat is toffe. Je hebt de lokale klant dat je veel kent, dat je bij naam kent. En dan natuurlijk ook toerisme. Want het is natuurlijk vrij gegroeid in die 12 jaar is het enorm populair geworden. Ik weet niet wat ze er allemaal aan gedaan in, folders. En ook natuurlijk de elektrische fiets. Dat was de revolutie. Dan heb je natuurlijk een heleboel publiek hier op de fietsen kregen die voordien misschien nooit meer fietsten. Dat maakt het soms een beetje zwaarder voor ons, want veel mensen moeten geholpen worden om vooral af te stappen. Maar bon, het is een leuke job en je moet natuurlijk de kalme momenten kunnen overleven en ook de drukke momenten. Nee. Het is zo'n beetje een rusje soms, maar, er zit ook, maar als je hier toekomt, morgens en de zon zit hier, hoor de vogels fluiten, als je chance hebt, zie je een eekhoorn passeren en nog dingen. Allee, ja, dat is fantastisch. Hè. Je zit hier buiten, zeg je nee, boys. Allee, natuurlijk, het enige dat je moet doen is graag mensen met een naam en dat graag doen. De varen niet een uitdaging, want de toestanden, de variaties zijn oneindig bijna. Hè. Van wind en stroming, soms is het wispeltuur nu. Ja, we zitten hier ook dicht bij de ringvaart. Veel invloed van het scheepverkeer daar, die soms het water gedeeltelijk terugduwt. En die een boot vaart dwars, dus met een weinig diepgang. Dat is een botervlootje, bij wijze van spreken, die vrij onderhevig is aan al de invloeden. Hè. En, dus dat is altijd een uitdaging om het goed te doen. En dan natuurlijk, als je commentaar hoort, hoe doet hij dat met de hand? Hè? Want ik doe dat hier al wrekkend, zonder motor. Dat is al een attractie op zich voor veel mensen. En dan wordt ze dan bezig. Hè. Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Ik moet eerlijk bekend, toen ik hier begon, ik heb hier een motortje opzetten. Dus een elektrisch motortje bijop, dat was nog redelijk performant. Maar dat is natuurlijk een logge boot, dat moet je natuurlijk ook. En, om sommige omstandigheden, bijvoorbeeld wat de wind en de stroming van dezelfde kant komt, wat dat dikwijls gebeurt in de winter, is dat motortje ook niet krachtig genoeg. Dus je moet eigenlijk ook sowieso kennen met je mankracht en door te weten hoe je dat moet afsteken. Want dan is het natuurlijk het begin van alles, hé, hoe, dat je goed afduwt. Soms denken de mensen, oei, je is heel verkeerd vertrokken. Hé. Soms is dat de reden dat je heel moet scherp afduwen, dat je niet zomaar dwars kunt oversteken. Maar hoe dwarser dat je ligt, hoe meer invloed dat je hebt van de stroming en de wind, of beide. En, dus ja, het is een uitdaging om dat op de knie te krijgen. Ik heb dat dus onder de knie gekregen, zo, door met datzelfde te trainen. Kan er zo'n keer een oudere mens aan boord en die tonen mij dat ik zei, potverdorie, die mens was al zeker al goed in het zesde, misschien al ouder, ik weet niet. Maar die tonen mij dat ik zei, natuurlijk, ik dat probeerde, dat schoot altijd uit die naak. Totdat hij een truc door had, ik heb dat dan getraind op kalme moment met dat motortje nog als backup en zo. Maar in de lengte, maar dan al die moeilijkheid van dat dwarsstroom, dat geen rol speelt, dan leerde die rolbeweging, die achtjes draaien. Hè. Zodat je platte deel van die paddel die schroefbeweging maakt en zo stuurde ook. Hè. Dat is natuurlijk een machtige roeitechniek die ook universeel is.
natuurlijk bekendste is Venetië. De mensen refereren natuurlijk, ja, we zitten hier in Venetië natuurlijk. Dus dat is een uitdaging, hè, een constante uitdaging. Hè. Maar die zeggen, ja, ik had het niet verleren, maar ik moet altijd uitkijken. Potverdorie, het is nu weer veranderd. Of het zijn een boot gepasseerd, ze zijn die koers kwijt. Zo. En het, ja, en het is natuurlijk, zijn lange dagen moet natuurlijk een beetje fysiek, een beetje paraat zijn. Hè. Ben je vrij toevallig gerold. En dan denk ik anders, zoals ik zo zie, dat de veren op de schaal zijn de neerveren of op de lei. De lei zijn er puur die drie. En recreatief van aard, die op de schaal hebben zo nog een functie voor gewoon werkverkeer of zo, of school. En die zijn meestal gemotoriseerd, de schaal is al wat woester of hier. Maar dat gaat altijd over een vader op zoon. Dat is met contract, nee, met de overheid. En ja, dat is moeilijk voor hen. Ja, de condities zijn bijna zo opgesteld dat je al die ervaring moet hebben. Ja, hoe krijg je die ervaring door te doen? Dus ze zitten altijd een beetje. Ja, het zijn er ook niet zoveel veren. Alleen totaal ben je op de rij zijn er maar twee bemanden. En dan één in Asten en dan is één dat je samen moet bedienen. Hè. Dus dat taalde in feite niet mee. Maar we schalen hem, ik weet niet hoeveel, er zijn misschien 10, ik weet niet. Kan ze niet allemaal opzommen. Maar ja, dat zijn denk ik altijd, ken ik niet toevallig, de familie Pins van Appels. En dat is nu de zoon die dat verder doet. Dus ja, dat is een beetje. Hoe kom je veerman? Hè? Toevallig. Het is misschien ook een beroep van de laatste kans. Ja, ik weet het niet. Voor mij was dat toen op dat moment zo dus wel. Maar bon, nu ondertussen is dat wel plezant ook. Als je daar ergens 12 jaar zit, ja, dan zit de plaatselijke bekendheid. Alleen niet dat dan een ambitie is op zijn, maar dat is wijs. De mensen kennen, je ziet kinderen opgroeien. Ja, hij zit hier natuurlijk vrij goed ook. Hè, ja. Dat is hier, het zijn slechter plaatsen om te vertoeven. Hè. Slaagt weer, dat trekt u op een bureau niet aan. Leert u daarop kleden en al. Ja, je moet gemotiveerd zijn. Hè. Dat is niet plezant. Als veerman, maar zo'n filetstout, kan ze zeggen. Hey, dat, ja, natuurlijk zeker niet dat je een toeristisch karakter ziet. Mensen komen hier natuurlijk van deze periode van het jaar vooral middelbare leeftijd. Hè. Ja. Komt de veerman, ja, moet her doen, hè, ja. Her mensen bedienen, hè. Dat met zijn lekker horeca, maar ja, goed, dat is, maar diensten erover te zetten. En in combinatie met de mensen die het echt gebruiken, de plaatselijke gebruikers, krijg je ook veel klanten van de goede dingen, dat is een bioboerderij. Mensen met hun roesel, of de kinderen die familie langs de overkant hebben, of vice versa. Hey, bon, dat is plezant, dat is een job. Hè. Dat moet vroeg. Ja, ik wens dat voor iedereen toe, by the way, dat iedereen een job vindt dat hij graag doet. Hè. Als ze zo lang moet werken, moet je ook een beetje graag doen. Ook, hè. Tuurlijk ken ik een minder dag op, maar door de band kom ik hier altijd met plezier werken. En ook omgaan met de mensen, hè. Dat kan ook moeilijk zijn. Ja. Het is best dat je een rustig karakter hebt. Je hebt mensen, niet veel, maar je hebt er altijd die opjaagd zijn of die schrik hebben. Je moet ze wel naden. Hè. Soms kijk, ja, je hebt dan ook een gemotoriseerde rolstoel. En het was maar één mogelijkheid om op te stappen langs de breedste kant, de kant waar het in een bak is. Ja, dat kost hij niet door, dus kijk, ik heb mij op het water gedraaid dat hij weer langs dezelfde kant eruit komt. En dan heb ik natuurlijk geholpen. Maar dat moet je maar plezier doen, hè. Ja, dat moet je graag doen. Hè. Je moet ook, bij jouw sociaal aspect toch ook wel belangrijk is. Met een job. Plus natuurlijk, in de eerste plaats moet je kunnen varen. Hè. Want het ziet er dikwijls gemakkelijk uit. En soms zijn het gemakkelijke omstandigheden, maar het is niet altijd gemakkelijk. En ook, ja, om plus. Beheer je op het water met veel verkeer soms. Hè. Mensen zijn niet allemaal aan de regels van snelheid. Je moet soms een keer ook je hand opsteken dat je door moet. Hè. Of ook meer rekening houden. En zeker nooit niet provoceren, want de eerste regel in de scheepvaart is een aanvaring ten allen prijzen vermijden. Hè. Dat is heel belangrijk. Hè. Dat is altijd veiligheid, safety first. Hè. Als je voor je vertrekt, dat is ook een belangrijk aspect. Als je een boot ziet afkomen, het is al een boot van een zekere omvang, die kunnen minder rap reageren. Hè. Die kleine sloepje, ja, die kunnen redelijk rap reageren, maar die grote boten, en dan niet graag, dan moeten ze volle kracht achteruit draaien. Dat is extra zoet dat ze verbruiken. Dus ja, een beetje ja, aanvoelen. Hè. Dat is ook wel belangrijk, hè, dat je geen vijand hebt, hè, dat je niet zet, dat die een veerman door je naast. Wat ik ondertussen ook doe, ja.
Dat ze ook de kerk open doen, dat ze hier een beschermd monument, de kerk open doen en sluiten. En de openbaar toiletten, die er na lang gekomen is, ook open doen en sluiten. Dat is ook dat is een job dat ze aan ons gevraagd hebben, maar we hier toch zijn, aan de firma van dienst. Dat is ongelooflijk, hé. Wat voor weer. Het is altijd plezant, het weer te ervaren en de natuur maar te trotseren. En dat doet mij in Padel. Alleen voor mij, dat is een beetje machismo misschien, maar dat is ondertussen iets dat je trots op bent. Hé. Ik heb onlangs zei er met iemand, als je 10.000 uren iets doet, ben je een expert. Want ik ben dan zeker een expert, want ik zit al ruimschoots aan het tubbelen. Ik weet niet, ik zou het moeten rekenen. Maar ja, dat ja. Dat je ergens toekomt en je een stak. Hé, een beetje, en dat iemand zei het, ja. Dat is misschien ook wel belangrijk niet dat ik zo eerzuchtig ben, maar... dat is voor mij het plezante van veerman te zijn. De veerdienst is open van mei tot en met september iedere dag van 9 tot 12 en van 1 tot 7. In de periode daarbuiten, van oktober tot april, zijn we enkel open de weekends, feestdagen en de paasvakantie in april. Dank u wel.